Fabric, ik ken die coins van de CLS. Hey, Niffel voelt echt raar, man. Hoeveel PK hebben wij nu offshore eigenlijk? Hey. Maar wat wij nu doen is eigenlijk gewoon zwaar illegaal, bro. Ja, man, deze. Die big boy. Die big boy? Nee, man, die kan je hier niet doen. Nee, hoezo? De klap rijdt hieruit. 100%. Serieus? Kan je hier niet doen. Dit is bloedserieus. Dit is de belangrijkste mededeling in mijn YouTube-carrière ooit. Ik zou dit niet zomaar vragen aan jullie, maar ik heb jullie hulp nodig. Luister goed. Code moeder staat niet meer. Ik heb aan Epic Games gevraagd of een code moeder kan veranderen in code kwijt. Eindelijk na 2 jaar code kwijt terugkrijgen. Dat is het enige wat ik vroeg aan Epic Games. Hun zei tegen mij nee. Maar je mag code kwijt 63 wel hebben. Code kwijt plus 63 van CLS 63 AMG. Dus kwijt 63. Mijn Snapchat naam als creditcode in de Fortnite item shop. Ik zeg tegen hen, wat moet ik doen om eindelijk na al die jaren code kwijt terug te krijgen? Ik wil iets slaan, maar mensen slapen thuis. Luister nu goed, want nu komen jullie in clutch, snap je? Nu is het tijd voor jullie om te clutchen. Jullie kracht laten zien, jullie support laten zien. Als kwijt 63 binnen de 2 dagen 10.000 gebruikers haalt in de Fortnite item shop, is er een kans, dit is misschien onze enige kans, om code kwijt volledig terug te krijgen. 10.000 gebruikers binnen 2 dagen op kwijt 63 in de Fortnite item shop voor 400 edit speed en 600 pk. Als wij dat halen, dan krijgen wij van Epic Games code kwijt terug. Alsjeblieft, missie. Start vandaag je PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Download het op je telefoon en voer kwijt 63 in. Over 2 dagen laat ik jullie een screenshot zien of het is gelukt, ja of nee. Maar dan moeten jullie, dan wil ik dat iedereen een TikTok plaatst van kwijt 63. Ik wil dat iedereen TikTok edits maakt van kwijt 63. Tegen al hun matties vertelt kwijt 63. Als jullie iemand killen, kwijt nou. Kwijt 63, pa. Ik weet dat het kunnen. Dit zijn de drerries die mij hebben gevolgd op Snapchat. SO naar jullie, mijn broeders. Volg me op Snapchat ook. Kwijt 63. Om niks te missen van de King Almighty Family. En een shout-out te krijgen in de volgende video. Ik zeg jullie eerlijk, broeders. De risico's die ik neem voor jullie moet bestudeerd worden. Ik ga vandaag iets doen. En als ik gepakt word, dan zien jullie mij voorlopig niet terug op camera. Dat kan ik alvast zeggen. Ik ben gecontacteerd door een illegale vuurwerkhandelaar uit Rotterdam. En dan heb ik het niet over cobra's of zo. Deze guy heeft een bom. En die bom is misschien 10 keer groter dan een cobra. Dit is zijn TikTok. Piro Team Heeswijk of zo. Ik zet zijn link in de beschrijving. En ik zet ook gelijk zijn Snapchat in de beschrijving voor als jullie iets willen kopen van hem. Want ik ga naar Rotterdam rijden en ik ga afspreken met hem. En ik ga illegale vuurwerk halen bij hem. Dus geloof me, pak je popcorn chips drinken erbij. Want dit gaat gek worden. Waarom doe ik mezelf dit aan? Eindelijk is die man er. We gaan niet met deze auto naar Rotterdam, want anders vallen we alleen maar meer op. Het is de bedoeling dat we undercover blijven. We gaan met deze auto. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Die Volkswagen daar. Oké, we gaan met die. Kom hier, joh. Ga met deze auto. Ja, jongen, met deze. Ga met deze auto, ja? Ja, jongen. Broer, in dit weer. Uit, met kale banden. Maakt niet uit, jongen. Illegaal vuurwerk voer met deze auto. Ja, jongen, maakt niet uit. Jij wil ons echt dood hebben, ik zweer. Dan ga jij rijden. Ja, we komen net zo goed alles in deze auto laten. Uh-huh. Hij is boos. See you later. We komen eraan, pa. We komen die vuurwerk halen. 2 uur rijden, sa. Oh, dat is woonwijk, neef. Dat is woonwijk. Ja, dat is gewoon. 2 uur rijden, neef. 2 uur rijden, ja? Ja, neef. 137 kilometer. Oh, broer. Ja, we komen daar om 8:30 aan. 8:30? Ja. Hey, is 2... Hij had toch zelf vervoer, kan hij in Utrecht of zo? Ja, scooter. AMG reis haat liefde relatie. We zijn al half uur lang, als het niet langer is, stil bij een tankstation.
omdat mijn auto kapot is. Dus deze auto moet weer naar garage checkpoint in Breda. Die mensen zijn al zat. Dus we kunnen die vuurwerk ook niet ophalen. Deze auto gaat naar de garage getakeld worden. Ik weet waar we zijn. Oh, ik kan niet helemaal draaien. Langs de snelweg. Het is nu 7:45. We gaan op takeldienst moeten wachten, broer. Dan wordt het al 9:30. Dan gaan we die daarheen takelen. En dan gaan we de hele nog werken aan deze auto. We komen nu thuis als die auto klaar is. Ik ben depressief, ik ga slapen. Ga je slapen? Hey. Broer, wij gaan vuurwerk. Ik zei nog tegen jou. Ik heb het opgenomen in de vlog. Ik zei nog, wil je met de CLS? Nee, kom, we pakken een andere auto. Niet met deze auto gaan. We weten dat deze auto een probleem heeft. Bro, we moeten kouder lang wachten op takeldienst. Hoe lang zijn we hier al? Lang dan een uur. We zijn langer dan een uur hier. Fayagama. We zijn echt fayagama. Luister. Broer, het is 9:30. Wij gaan nog op takeldienst wachten. Gaat minimaal tot 10:00 zijn. Dan moeten we die auto slepen naar Breda. Naar garage checkpoint. Naar jouw Breda. En dan... Hoe gaan we thuis geraken? We hebben ineens auto. Een van de kijkers komt ons ophalen op een fatbike, toch? Broer, hij zegt €240. Zegt hem... en ik moet €240 betalen voor takeldienst. Zegt hem €200 hebben we deal. Oh, te veel licht. Oh, ja, zo zie je. We hebben geen geld. Hé, hey, broer, kijk, let op deze. Hè. Die kan gewoon daggaan, let op. Je kan deze kussen ook doen, kijk. Die kan naar beneden. Ik kan zelfs meer naar achteren. Ik ga slapen en bellen als die takeldienst er is. Man is 2 meter, hè? Ja, broer, ik kan echt lang liggen in deze waggie, broer. De takelwagen is er eindelijk, pa. Eindelijk. Hoe laat is het? 9:00. Hoe gaat dat binnen? Ziet maar, ja. Jij bent onze redder in nood. Altijd goed, joh. Kijk, kijk die coins van de CLS. Kom naast hem zitten, joh. Ja, komt u maar binnen. Komt u maar binnen. Hey, hoor je die helikopters de hele tijd? Hoor je die helikopter de hele tijd? Maat, ze komen ons halen, man. Ze komen ons halen, bro. Ze komen ons halen. Bro, kijk wat die man daar heeft staan. Your crash in my cash. Dat is voor de mensen die geen... Hey, dit voelt raar, broer. Nee, voor trappen, man. Hey, broer. Hey, stel, ik gooi gewoon Fast and Furious. Niet dat die waggie rijdt, maar stel die rijdt. Ik start die, broer. Ik doe een R. Ik ontsnap van deze waggie zo. Ik drift hem andersom, broer. Ik drift zo. Ik pak hem recht, ik rijd weg, broer. Hey, Niffel voelt echt raar, man. Ja, man, bro. Hoeveel pk hebben wij nu offshore eigenlijk? Hey. Ik denk niks. Hey, die waggie trilt vies veel, hè. Hey, Niffel, ik ben kouder bang. Hij heeft daar goed vastgezet. Ik hoop het van jou. Broer, hey, deze waggie maakt geluid, hè? Papa, AMG. AMG, jongen, is ook nog schakel, hè? Hoor je dat? Schakel. Waar ben ik in beland, broer? Waar zijn wij in beland, broer? Snapchat, vergeet niet te volgen, kwijt 63. Ibo 63, hier staat, you shouldn't die before driving a German car. Dat zeggen, nee. There are many problems with German car. 1, too much benzine. 2, too much oil. 3, everything. Jezus, broer. Weet je wat is, Drieris? We weten dat dit een ghetto vlog is. Maar wat wij nu doen is eigenlijk gewoon zwaar illegaal, broer. Dit mag echt niet, broer. Ik ga gewoon die mensen die langs rijden filmen, broer. Ja, ik film jou, wat is er? Hey broer, stel wij zitten zo toch, die man gaat vol op zijn rem, broer. Gaan we... Doe je gordel om, broer. Die man gaat eigenlijk vol op zijn rem, broer. Voordat wij een boete krijgen. Snap je? Legaal. Kijk, en veilig. Yes, we zijn legaal, maar wel veilig, snap je? Je hebt stress, hè. Ik weet het. Ik weet het, de AMG is kapot. Ik heb iets voor je, broer. Hier, broer. Alsjeblieft. Wacht, Breda, wacht, ik ben nog niet klaar. Kijk, dit is onze Gero, fuck je deze. Hier, kom, broer, kom. Heb je ooit Gero gekieft in een waggie die gereden wordt door een andere waggie? Huh?
Hey, doe wel je raam open, broer. Gooi die paan open, even. Ja, doe even die paan open, broer. Jezus, we rijden gewoon zo, pa. Ja, ik kom je niet overal tegen. Oh, je hoort die geluid. Tunnel, aan nee. Pieter. Tunnel 16, nee. Pieter. Oké, we zijn een garage checkpoint. Deze auto is laatst hier zo geweest. En nu is hij er weer. Wat was kapot aan deze auto? Vertel mij. De bak was kapot. Ja. En hij schakelt niet meer door. Maar ja. Hij heeft opgegeven, man. Misschien is het de koppel voor me. We gaan kijken. Maar hij komt snel weer tevoorschijn. Ik heb gehoord, we gaan vandaag nachtdienst draaien. Ja, ik denk het ook. We gaan de hele nacht door. Twee, drie uur s'nachts. We gaan de hele nacht door. En dan hopen dat we terug kunnen rijden. Kijk, dit is de CLS 36 van Ibo. Hij is, de cameraman is ook Ibo. Laat het zelf zien. Jullie kennen hem van de vorige vlog. Ja toch. Dat is ook Ibo. Ja, hey, we gaan vandaag nachtdienst rijden, hè? Ik ga naar huis. Hey, jij blijft hier, jongen. We hebben jou nodig. Kijk, we hebben één... Ja, kijk, ik doe niks. Ik heb geen ervaring. Ik geef de schroevendraaiers aan. We hebben één monteur. Hij gaat ook sleutel dit keer. Ja, twee monteur. Dat gaan jullie sowieso zien. Gaan we duwen, ja? Ja, zeker. Ik denk niet dat ik enige effect heb met één hand, maar geen stress. Alles leuk. Kwijt. Die waggie is letterlijk kwijt. Ja, die automaatbak ook. Ja, die automaatbak is ook kwijt. Dit is een Mercedes busje uit 2002. Toch? 3, 2003. Met een 5-cilinder diesel Mercedes blok. En daar zit de uitlaat. Dat is wel een gekke plek voor uitlaat, dat zeg ik eerlijk. Dat is AMG, joh. Dat is de AMG van de bus. Kijk die interieur, kijk, kijk, kijk. Kijk deze man. Wat is dat? OnlyFans. Heeft hij OnlyFans? OnlyFans. Ik ga vragen of hij OnlyFans heeft. Heb jij een OnlyFans? Nee. Anders zou ik abonneren, hè? Ik zou abonneren. Is goed voor het milieu. Oké. Dit is de transmissie van Ibo 63. Van die rode auto daar. En kijk, dit. Kom hier. Dit ding. Hoe noemen ze dit? Wegrijkoppeling, natkoppeling, weet je dat? Dit is dus waarschijnlijk kapot bij mij. Hoop ik. Ik hoop dat het kapot is. Nee. Maar hey, die rode CLS ga je ook zien in de vlogs binnenkort. Hè? Dus die is ook... Kijk, broer, dit is een motorblok van jouw rode CLS, toch? Ik heb twee. Hij heeft twee motorblokken. Maar jij hebt die auto, jij hebt die goed. Jij, vorige eigenaar. Dit is één motorblok. En dit is je eerste motorblok. Dus je hebt al twee motorblokken er doorheen gejaagd. Ja. Ik weet niet hoe je dat voor elkaar krijgt, maar goed gedaan. Ik heb honger. Ik ook. Heb je al gegeten? Ja. Nee, ook nog niet gegeten. Wat is er allemaal besteld dan? Weet ik niet. Kom aan kijken. Wat zou ik doen? Help mij. Mensen, dit. Ja, man. Doe even die camera, we zijn business aan het bespreken. Nee, even serieus. Als je die nieuwe. Deze bestaan niet, gereviseerd. Ja, bij dealer wel. Ja, bij dealer wel, ja? Supertag Gitsen. Nee, die zullen. Ook die zullen eraf halen. Nee, dat is Supertag Gitsen. Nieuwe koppelhond voor me, jong. Maar dan ga je dus de koppelhond voor me doen en gewoon de automaat oliemolie in orde, toch? Want dan gaat die olie lekker, toch? Dan moet je in orde maken. Dus dan is die maandag klaar. Dan kom ik maandag hierin. Hè? Andere bakolie. Of die andere, de oude erin. Ik denk, die stinkt al kapot. Waarom? Goed, ja, automatenbakolie moet weer nieuw. Hoezo? Maar Erisje, we hebben die laatst gedaan. Ja, het is kapot. Hij is een stukje zwart. Breng jij ons naar huis? Ja, jij moet ons naar huis brengen, we hebben geen auto. Ik zet er al een camera op every time thuis. We weten waarom. Niffo, ik heb deze bij, ik heb lader bij, ik heb accu's bij. Alles moet mee, snap je? Normaal gebruik ik alles in de auto. Sleutels. Ik ben een schatje, ik ga je missen. Ik ga je missen, schatje. Wees sterk. Ik denk aan je elke dag, elke nacht, mijn tweede vrouw. Ik ga niet kunnen. Dus achter in de achtbak. Ik ga niet kunnen slapen. Ik ga vanavond aan je denken. Het komt goed met je. Inshallah, bismillah.
Chico de garage is, gaat je fixen. Hij gaat je vers maken. Nieuwe koppen ontvormen, nieuwe automaatolie. We gaan weer gazen, we gaan weer driften, of niet, bo? En dat is kou. Heel weinig, hè? Kijk. Bro, hier is geen profiel. Deze heeft een beetje, deze heeft niks. Garage checkpoint. Als ik de garage promote, krijg ik misschien korting. Als ik de garage promote, krijg ik een beetje korting, heb ik gehoord. 50 euro zo. Okay, weet je, normaal kost het 700 euro. Jij moet 1700 betalen. Ja. Dat lijkt me een goede prijs, boys. Boys, vandaag is de vlog een beetje anders gelopen. We zouden vuurwerk halen in Rotterdam van een illegale vuurwerkhandelaar. In plaats daarvan is de AMG kapot gegaan en de AMG is belangrijker. Dus we zijn, ik hoop dat je van hebben genoten. Maar ik ga morgen alsnog de vuurwerk halen. Ciao. Drerries. We zijn in Rotterdam. Volgende dag, we zijn hier. We hebben 1,5 uur gereden. Het is laat in de avond. We gaan nu die jongen ophalen. Hij is lopend. En dat is 5 minuten rijden. Ik ben benieuwd wat voor type het is, hè, bro. Hou je ogen op, want ik vertrouw hem niet, hè. Straks weet heel Rotterdam dat ik hier ben, snap je? Je weet maar nooit, bro. We moeten scherp zijn. Man heeft illegale bommen bij zich. Ik ben benieuwd, pa. We gaan die opblazen, bro. We gaan die tory opblazen. Bro, man, een ghetto week is dit, neef. Ja, bro, is echt een ghetto week. We zijn er, man. We nemen risico's voor jullie family. Pak het een trerry. Pak hè? Ik zie hem, man. Ja, man. Je hebt me helemaal naar Rotterdam laten komen, want je hebt iets bij wat ik wil. Ja, man. Ik wil iets opblazen, plofkraak. Ja, man, ik heb die... Laat me zien. Hey. Laat me zien, pa. Ja, man, deze... Broer. Wat is dit, broer? Bro, ik heb ook deze shell. En wat is dit, broer? Shell, dit, ik weet niet wat het is, maar het ziet er illegaal uit. En dit is de C6. En wat is dit? C6, gewoon normaal. Oh, dit is gewoon een cobra? Gewoon cobra. Oké, dit is een normale cobra en jullie weten hoe hard een cobra is. En dit is... Bro, hoe noem je dit? Dit is big boy en dit is... Dit is big boy? Ja, man, big boy. Oh, mensen. Doe hoofd naar beneden, laat ze niet zien met die bivak. Dit is de big boy en dit is de cobra 6. Ja, man. Wat is dit? Shell, man. Dit is eigenlijk... Sier moet je gewoon eigenlijk in Pringles doen en schiet gewoon de lucht in. Sterk. Ja, man. En jij geeft mij deze gewoon, jij gunt mij die. Ja, man. Want jij verkoopt deze dingen. Ja, man. En op wat verkopen die? Snapchat of TikTok? TikTok. TikTok. En wat is je TikTok? Wacht, ik laat wel even zien. Laat me even zien. Dit is zijn TikTok. Volg hem voor jullie vuurwerk. Hij verkoopt. Ja, connect die man. Hey. Maar die big boy, hè? Ja. Je legt hem gewoon in, je steekt hem af. En wat gebeurt er? Ja, het is gewoon net zo. Het is gewoon één dikke knal. Gewoon één dikke knal. Gewoon als Cobra, maar dan gewoon 5-6 keer harder. Oh jong. Ja, man. En die CV-wek? Ja. Klopt gewoon in de lucht. Groot effect. Maar dan op de grond? Ja, als je op de grond doet, ja, dan is het rennen. Rennen gewoon? Dan is het rennen. En een pringelbos schiet die de lucht in, is het gewoon safe. Oké. Sterke dingen. En voor hoeveel van die dingen verkopen per dag? Verkopen veel? Ja, man. Ja? Soms 5-10 shells per dag. Is gewoon business? Ja, man. En uit welk land haal je dat? Polen of zo? Nee, man, gewoon bij dealer. Gewoon bij dealer? Ja, man. Is er gewoon een vuurwerkdealer in de buurt? Ja, man. Je moet die connectie regelen met mij, met de vuurwerkdealer. Is goed, als je wil. Ja? Ja, je moet, hey, luister dan. Gaan we eentje afsteken hier? Kan wel. Woon je ver van hier? Ja, man. Ja? Ja. Want kom je dan met ons mee of ga je rennen? Ja, ik ga gewoon met jullie mee. Ja, kom met ons mee? Ja, bro. Lijkt me, weet je wat ik doe, bro? Ik zet die waggy daar. Jij steekt hem daar bij die basketbalveld af. Welke? En jij rent gelijk terug de auto in. Welke? Hier zo, gelijk hier. Die Shell. Die big boy. Die big boy? Nee, man, die kan je hier niet doen. Nee, hoezo? De klappen rijdt hier uit. 100%. Serieus? Ja, man, dat hebben we al een keer eerder gedaan. Alle ruitenklappen eruit, van auto's, alles. Kan je niet doen. Is die zo hard? Ja, man. Die kan je hier niet doen. Look in my eyes, tell me your tale. Do you see the road? I'm out to my soul, and tell me the size.